Goeiedag. Achter mij een mooie dikke laag natuurijs. die gegroeid is de afgelopen dagen. Maar inmiddels is het alweer aan het doden. En gaat het natuurijs ook weer verdwijnen. In de 30 dagen gaan we kijken of er nog meer winterweer in aantocht is. of dat we toch alweer naar een zachter weerbeeld gaan. En ik begin deze 30-daagse met een overzicht van de weerkaarten van het Amerikaans model. En dat pakken we op in de nacht van zondag op maandag. We zien dan een noordwestelijke stroming die eigenlijk in het weekend al op gang is gekomen. Op zondag zijn er al wat regenbuien dan gevallen, maar de bovenlucht wordt kouder en we zien dan ook heel duidelijk dat er geleidelijk aan winterse buien in Nederland gaan vallen. De meeste buien zullen in de kustgebieden vallen, maar zo af en toe trekken ze maandag en dinsdag ook verder het land in. Natte sneeuwbuien, sneeuwbuien in de avond en nacht, het is allemaal mogelijk, hagelbuien. Het kan allemaal. Het is duidelijk een winterstoefje. En wat we ook zien is die storing die vanuit het zuiden dichterbij gaat komen. En die werd de afgelopen week in de media nogal eens betiteld als een sneeuwbom die zou kunnen gaan komen. Nou, het lijkt erop dat die ten zuiden van Nederland langs gaat trekken in de laatste berekeningen. Maar nog steeds is het ver weg, woensdag, donderdag. Dus het kan ook nog veranderen. In ieder geval, wel onbestendig weer, met uh, duidelijk een winters randje van tijd tot tijd. Aan het eind van de week zien we een hoge drukgebied boven Nederland liggen, boven de Benelux en boven Groot-Brittannië. Dat hoge drukgebied dat lag dus eerder meer ten noordwesten, daardoor die noordweststroming. Nu gaat dat hoge drukgebied wat meer naar het zuiden bewegen. En zien we ook een. Diepe depressie boven de oceaan, nabij Groenland en IJsland. En dat lage drukgebied gaat niet komende week, maar die week daarop, juist voor ons weerbeeld zorgen. Dan krijgen we te maken met een zonale stroming en wordt er zachtere lucht aangevoerd. Ik kan u dat ook mooi laten zien in de weerpluim. Laten we maar eerst naar de komende week kijken. Dan zien we dus overdag temperaturen boven nul, maar in de nachten. Echt wel een paar graden vorst van tijd tot tijd. Ja, en als er dan winterse buien vallen, dan kunt u zich voorstellen dat het glad kan worden, dat het wit kan worden. Dat is allemaal mogelijk. Maar in die tweede week gaat de temperatuur juist wat meer omhoog. Is er natuurlijk wel veel onzekerheid, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar het lijkt erop dat de temperatuur echt wat hoger gaat uitkomen. En dat dan ook de nachttemperaturen weer hoger uitpakken. En dan hebben we te maken met een west-zuidwestelijke stroming. En dat levert over het algemeen zachte lucht op. Je kunt je dan ook voorstellen dat de weerregimes die het weerbeeld gaan domineren de komende periode nogal gaan variëren. En daarom zien we ook al die kleuren voorbij komen. Komende week hebben we toch wel te maken met een situatie met dat hoge drukgebied boven Groot-Brittannië en IJsland. Die noordweststroming met die wat koudere lucht, dat is een NaO-min situatie. En dan gaan we geleidelijk aan naar die westelijke circulatie toe, NaO. Dat is dat donkerblauw. Maar ook die houdt het niet lang vol. Want als we dan naar begin februari gaan kijken, dan zien we daar juist meer het rood en oranje. Dat zijn. Weerregimes met meer hoge druk invloed. Het zij boven de Atlantische Oceaan, het zij boven Scandinavië. Maar beide situaties die kunnen leiden tot een wat kouder weerbeeld. En dat zou betekenen dat de winter in februari gewoon toch nog wel weer terug gaat komen. Of dat natuurijs gaat opleveren, dat is natuurlijk niet te zeggen. Maar lagere temperaturen dan gebruikelijk, dat zit er wel in. Dat zit er ook de komende week in. Want dan hebben we nog te maken met die Noordwestcirculatie... en al die buien die vanaf de Noordzee onze kant op gaan komen. En misschien dus ook dat we wel zo'n storingtje vanuit het zuiden mee gaan pakken... die rond dat grensvlak van koude en warme lucht ja, toch voor sneeuw kan gaan zorgen. Die sneeuwbom weet u wel van afgelopen week die een paar keer benoemd werd. Nou, er gaat neerslag vallen. Maar of dat allemaal in Nederland gaat vallen, die sneeuw, dat is nog echt wel de vraag. Wel duidelijk, komende week koudere lucht in onze omgeving, lagere temperaturen. We zien het ook terug in de nachten, dan vriest het licht. Ja, die lage drukinvloed is ook heel duidelijk zichtbaar boven Centraal-Europa, richting het oosten. Zuid-Europa heeft er ook mee te maken. Temperaturen in Spanje zijn ook duidelijk lager dan wat gebruikelijk is voor deze tijd. Verder zien we de hoge drukinvloed tussen IJsland en Groot-Brittannië. En dat betekent dat we dus te maken hebben met die noordelijke component in de wind. En die lagere temperaturen. Als we dan naar de neerslag gaan kijken, dan zien we eigenlijk dat het meest actieve weer voor Frankrijk en Spanje is. En ook een deel van Duitsland en de Alpen. Wij zitten precies op het grensgebied. Wij verwachten dus in deze situatie minder neerslag dan gebruikelijk, of een normale hoeveelheid. En dat is dan vooral vanwege de buien. Limburg, dat doet dan wel net mee in dat meer natte deel. Dus daar zou misschien wel die sneeuw kunnen komen op basis van deze uitvoer van het Europees model. Ik zeg er nog steeds bij, het is nog ver weg om dat allemaal veel exacter en nauwkeuriger te kunnen gaan bepalen. Maar het is wel een signaal wat we heel duidelijk zien. Ik ga door naar de luchtdrukafwijking voor 22 januari tot en met 29 januari. Wat valt er dan op? Dat lage drukgebied. We zagen het net ook op de weerkaart van het Amerikaans model. Dat ligt hier en dat zorgt voor een zuidwestelijke stroming. De luchtdruk is duidelijk lager dan gebruikelijk. Daarnaast de hoge drukinvloeden boven Zuid-Europa. Nou, 1 plus 1 is 2, dat betekent een west-zuidwestelijke stroming. En wat zien we meestal met zo'n stroming? Zachtere lucht. En dat komt ook tot uiting hier in de weerkaart. Hogere temperaturen verwachten we in die periode dan gebruikelijk. Even niet echt winters weer zoals het er nu naar uitziet. Het komt ook terug in de neerslagkaart. Want zo'n west-zuidwestelijke circulatie levert ook vaak storing op. En dus neerslag. Nou, we moeten er rekening mee houden dat die week wel eens nat kan gaan verlopen in Nederland. Misschien zelfs wel een beetje stormachtig. Als die depressie wat zuidelijker gaat komen. of een randdepressie die rond die eerdere depressie heen trekt. dan heb je zomaar een stormachtige weersituatie. Dat zou goed kunnen in deze week. Houdt dat vol? Blijft dat zo? Nee, want we zien opeens in begin februari dat de hoge druk zich weer gaat nestelen boven het noorden van de Atlantische Oceaan. Daar lijkt het in ieder geval heel sterk op. En dan krijg je dus weer een meer noordelijke component in je wind. En dan heb je dus te maken met koudere lucht. Nou, dat zagen we inderdaad. Hier kunnen we dat goed ook zien in de kaart. 5 februari, 12 februari duidelijk weer invloeden van koude lucht die vanuit Scandinavië onze kant op komt. De warme lucht die blijft meer boven de oceaan en dit zou natuurlijk best wel weer winters weer kunnen gaan opleveren in de vorm van sneeuwbuien of beduidend lagere temperaturen ook in de nacht. Dat is zeker niet uitgesloten. Nou, gaan we dat dan samenvatten? Want het is een heel verhaal geworden. Dan gaan we nu een wisselvallige periode in. Volgende week wisselvallig weer, vaak wel met een winters randje, hè, die winters de neerslag die er valt en de lage temperaturen in de nachten. De vorst, tweede week, ook nog steeds wisselvallig. Maar dan is het wel een stuk zachter. Dat heb ik dan hier ook even erbij geschetst. Maar dat blijft dan weer niet zo. Want het ziet ernaar uit dat februari weer een meer wintersbeeld gaat opleveren. Omdat er weer wat meer noordelijke winden mogelijk zijn. En dan krijgen we dus weer koudere lucht vanuit het noorden. Kortom, de winter is nog zeker niet voorbij. Nog een fijne dag.